Hallo? Oh shit! Yo guys, Job hier, één keer de YouTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag is het tijd voor een nieuwe Minecraft map. En of dit een vaste serie gaat worden, dat ligt eigenlijk helemaal aan jullie. Als jullie deze video massaal een blauw duimpje omhoog geven, dus als jullie deze video allemaal liken, dan ga ik hier sowieso een vaste serie van maken. Jullie weten natuurlijk wel dat ik een serie op mijn YouTube kanaal heb lopen genaamd Minecraft Sky Elements. Nu is het ding een beetje dat ik eigenlijk al bijna elk eiland in die map heb onderzocht en er eigenlijk niet meer zo heel erg veel in die map te doen is. Toen was ik dus een beetje aan het zoeken op het internet naar andere Minecraft mappen en toen vond ik deze Minecraft map, genaamd Colors of the Rainbow. Deze Minecraft map zit vol met verschillende soorten vliegende eilanden, heeft super veel missies die wij moeten doen en elk eiland is weer zijn eigen thema en heeft eigenlijk weer zijn eigen stijl en geheimen die wij moeten ontrafelen. Dus deze map is denk ik zelfs nog wel een stukje enger, spannender en sensationeler dan de Sky Elements. Like deze video dus als ik hier een vaste serie van moet maken. En laat dan even een leuke reactie achter. En let's freaking do this. Jongens en meisjes, zoals jullie kunnen zien, dit is hoe deze prachtige wereld eruit ziet. Het bestaat eigenlijk uit een hele hoop vliegende eilanden in een Minecraft wereld. Ik zie daar bijvoorbeeld een kasteeleiland. Ik zie daar een hel eiland. Daar zie ik een soort van game controller eiland of iets. Ik zie daar een roze eiland. Ik zie daar een soort van paarse G. Ik weet niet wat dat moet voorstellen. Daar is een soort van strand. En hier is een soort van sinaasappel. Ja, laten we gewoon simpelweg beginnen met het even kijken wat er in de kist zit. Dat is namelijk sowieso heel erg belangrijk om te weten. Er zit in een island index. Hier staat waarschijnlijk in welk eiland wat is. Dus hier staat zeg maar de kleur van het eiland en wat voor soort eiland dat dan is. Dus bijvoorbeeld het oranje eiland waar we in eerste instantie naartoe moeten gaan. Het oranje eiland staat voor het fruit eiland. En even kijken, welke eilanden hebben we bijvoorbeeld nog meer? Dan hebben wij, daarboven hebben wij een bruin eiland. En dat staat voor, even kijken, bruin, dat zijn twee andere eilanden bij elkaar. En het zwarte eiland, daarvan weten we nog niet wat het thema is. Dat is dus een beetje een mysterieus eiland, oké. Maar ja, elke keer wanneer we dus een nieuw eiland betreden, kunnen wij direct zien wat voor soort eiland dat is. Dan hebben we hier een verhaal, we hebben hier de opdrachten en de quests. We gaan eens even kijken wat de quests zijn. Dat zijn alle entries verzamelen, dus we moeten zeg maar overal geweest zijn. We moeten 3 lichamen vinden en daarvan moeten we alle items verzamelen. En daarnaast moeten we alle dungeons ontdekken in een bepaald eiland. En dan moeten we proberen de naam te ontrafelen van het zwarte eiland. Oké, duidelijk. De challenges is om 1 nacht te overleven in deze wereld. Om alle eilanden te onderzoeken. Om een stad te maken door alle eilanden aan elkaar te koppelen. En om 16 zeldzame stukjes wol te vinden. Dus er zijn 16 zeldzame legendarische stukjes wol verstopt in deze Minecraft map. En die moeten wij proberen te vinden. Er staat hier, je bent nu, je zit opgesloten in een wereld waar alleen kleuren vertellen wat er gaande is. Je moet proberen om van eiland naar eiland te reizen om zo erachter te komen welke geheimen hier verstopt zitten. Nou, klinkt allemaal heel erg logisch. Laten wij direct lekker de spullen uit de kist gaan pakken. Even kijken, keep inventory staat aan en er staat dat je de zeldzame wolblokjes niet mag plaatsen. Er staat hier nog een guide, ik weet niet wat daarin staat. Ah, er staat hier dat je kleine stukjes met papier kunt vinden die je tips geven. Die zitten dan in de kisten verstopt. Nou ja, ik heb een lekkere taart, die zet ik even lekkertjes neer en dan pak ik nog even de tools erbij die ik heb gekregen. Dat is allemaal heel erg mooi. En dan zie ik hier ook gelijk een kist staan. Laten we even kijken wat daarin zit. Daar zit in het allereerste zeldzame stukje wol, waar er dus in totaal 16 van te vinden zijn. We hebben eigenlijk elk soort wit blok wat er in Minecraft is, namelijk white concrete, stained glass, snow, bone block, iron block, quartz en wol. Nou ja, fantastisch. Zo hebben we in ieder geval het een en ander gekregen. Nou ja, laten we daarmee anders ook direct even ergens naartoe bouwen. En ik raad aan, ik raad mezelf gewoon dingen aan, joh. Ik krijg helemaal geen tips van anderen. Ik krijg gewoon lekker tips van mezelf. En wat ik ga doen is ik ga naar het eerste eiland toe. En we gaan kijken of we daar ook zo'n zeldzaam stukje wol kunnen vinden. Het oranje eiland, wat was dat ook weer? Even kijken, island index. Oranje is het fruit eiland. Oké. Dat is heel erg duidelijk, jongens en meisjes. Het fruiteiland. We gaan eens even naar beneden om te kijken wat hier te vinden is. Hallo? Oh, shit! Oh, shit. Are you serious right now? Is dat serieus nu al het geval? Zijn er nu al gewoon mobs die wij, oh, moeten proberen van ons af te houden? Oh, shit. Deze zien er lijpsterk uit, bro. Deze zien er, oh, deze zien er lijpsterk uit. Misschien kan ik heel snel die ding kapot maken. Nee, dit ga ik niet overleven. Ja, boy, de Schumer gaat dit niet overleven. Oké. We weten dus nu in ieder geval dat daar een aantal nogal vervelende beesten zitten. Die wij hoogstwaarschijnlijk wel kunnen kapotmaken. Maar wat toch even een stukje lastiger is dan ik dacht. Nou ja, laten we toch maar netjes via de trap naar beneden gaan. En hoe de hel gaan we dit doen? Ik moet even voorzichtig zijn, jongens. Ik moet proberen om die spanner kapot te maken. Wacht, misschien kan ik erbij als ik deze hier kapot maak. En ik ga dan direct door naar de spanner. Kom op.
Kom op, laat me er even bij. Kom op. Oké, wacht. Ik kan ze hier gewoon killen. Laat me ze hier gewoon killen en dan ga ik direct de spannen kapot maken, jongens. Let's go. Wat zijn dit überhaupt? Dit zijn orcs. Oké. Sounds good, sounds good. Oké, snel, 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 snel. Nice, we did it. Oké, fantastisch. Even kijken, wat zit erin? Wij hebben gekregen 16 cooked pork chop, 2 golden apples. We hebben boots gekregen, een bucket, een sword. Is best wel handig als je ziet wat ons nu al op het eerste eilandje te wachten stond. En we hebben even wat swag gekregen. I'm swagged up, yo. Ik ben strapped up, ik ben swagged up. Hoe vind je die? Daarnaast hebben we ook nog hier wat iron dat we even mee kunnen gaan nemen. Om daar uiteindelijk weer goede gear van te gaan maken. Helemaal fantastisch. Laten we onszelf daar dus even op gaan richten. In ieder geval, jongens en meisjes, het lijkt me dus een heel erg leuk idee om hier een vaste serie van te maken op mijn YouTube-kanaal. Maar dat is dus echt heel erg afhankelijk van hoeveel blauwe duimpjes omhoog wij kunnen halen op deze video. En ik wil gewoon even wat feedback, wat support zien hier beneden in de comments. Ik bedoel, laat mij zien dat Team DutchTuber in de building is. En oh ja, by the way, volg mij even op Twitter. Want ik wil binnenkort in een aantal series op mijn YouTube-kanaal, laten we dat gewoon lekker doen in het begin, te beginnen met deze serie, wil ik shoutouts gaan doen naar mijn Twitter-volgers. Ik merk namelijk dat ik eigenlijk heel erg lang niet meer zo heel erg actief ben geweest op Twitter. Maar dat ik dat eigenlijk langzamerhand wel weer een beetje wil zijn. Dus volg mij nu even op Twitter. Dat is @DutchTuber. En als jij gewoon lekker actief bent op mijn Twitter, mijn tweets liked, mijn tweets retweet, op mijn tweets reageert, dan ga ik binnenkort een Wall of Fame maken in deze Minecraft Colors of the Rainbow map. In deze serie dus. En dan ga ik namen opzetten van mijn actieve Twitter fans, Twitter volgers. Hoe je het ook wilt noemen. Dus volg mij even als je dat nog niet doet. Oké, fantastisch. We zijn lekker bezig. Ik ga nog heel even snel die iron meenemen. Dan kunnen we namelijk ook even wat iron tools maken. Dat lijkt mij een erg handig idee. Heb ik trouwens nu genoeg... ik heb 15 stukjes met cobblestone. Laten we kijken of we de eerste nacht al direct kunnen overleven. Dat zou heel erg nice zijn. Wat ik wel even moet doen. Ik moet daartegen wel even proberen om aan een workbench te komen. Dus laat ik even kijken of ik... dat is 1 blokje. Dat is 2 blokje. Dat is 3 blokje. En dat is 4 blokje. Nou kijk. Hier kan ik dus in ieder geval om mee te beginnen al een workbench van maken. Dus laat ik dat direct even gaan doen. Hoppakeetje. Die zet ik dan even hier onder mij neer. Daar maak ik dan even de allereerste... Oké, ik kan er maar 1 maken. Maak ik daar even de allereerste furnace. Die zet ik dan mooi naast deze kist neer. Dit is namelijk wel een beetje mijn beginbasis natuurlijk. Dus daar blijf ik ook wel een beetje loyaal en trouw aan. Dan heb ik hier nog wat glas. En dan kunnen we eigenlijk voor mijn gevoel wel direct verder gaan naar het volgende eiland. En we gaan eens even kijken. Ja, dat kasteeleiland ziet er wel heel erg epic uit. Maar dat wil ik eigenlijk voor de volgende aflevering houden. Dus like deze video als ik de volgende aflevering naar het kasteeleiland moet. En er is hier nog een kist. Even kijken wat zit hierin. Een papiertje. En er staat op dat blueberry pie amazing is. Nou, dankjewel voor de tip. Oftewel, bessentaart. Blauwe bessentaart is heerlijk, krijg ik net te horen. Ik moet zeggen dat ik blauwe bessentaart eigenlijk ook wel lekker vind. Ik ben eigenlijk best wel een taartfan. Ik vind eigenlijk alle soorten taarten wel lekker. Behalve van die groentetaart. Je hebt zeg maar van die quiche, heet dat geloof ik. Dat zijn zeg maar van die taarten die mainly bestaan uit kaas, groenten en dat soort dergelijke. En ik vind dat zeg maar een beetje het hele idee van de taart verpesten. Ik bedoel, een taart is lekker omdat het zoet en calorievol is. En niet omdat het gezond is. You know what I mean? Even kijken. Oeh, shit man. Dit is echt insane goede loot. Dit is bizar. Ik kan het niet eens allemaal meenemen. Moet je nagaan. Ik heb gewoon te weinig spullen of te weinig inventory space om dit allemaal mee te kunnen nemen. Wat ik daarentegen even ga doen is ik ga deze leather armor even weggooien. En ik ga mezelf even helemaal laten outswaggen. Outswag, ik weet niet eens of dat een woord is. Met deze mooie golden armor. Diamonds moet ik sowieso meenemen. Even kijken, dit mag allemaal weg. Gold neem ik even mee. Iron neem ik even mee. Oh, ik heb een orange hat gekregen. Hey, dat is sowieso eigenlijk best wel awesome om gewoon even op mijn hoofd te zetten natuurlijk. Hey, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ik geloof dat ik er dan wel heel erg swaggy uitzie. Oh my god, dit is je boy Pumpkin Tuber. Hey, dit vind ik eigenlijk best wel heel erg vet uitzien. Oké, laten we doorgaan naar het tweede eiland. Ik weet niet wat dit is. Welk eiland is dit? We moeten even dat de boeken voorbij pakken. Welk eiland is het? Island Index. Dit is lichtblauw denk ik. Lichtblauw, dat is boys. Ah, dat is het jongenseiland. Klopt dat of is het een andere kleur? Even kijken. Of is het Cyan? Nee, het is Cyan. Het is het watereiland. Oké, ik wou net zeggen. Dus het is ook een jongens- en een meisjeseiland. Jongenseiland is, ja, lekker stereotypisch blauw. En het meisjeseiland is lekker stereotypisch roze. En daar kunnen we dus ook nog komen. Maar dit is een ander soort blauw. Dit noemen ze Cyan. En dit is dus het watereiland. Ja, klinkt cool. Voordat ik daar überhaupt iets ga doen, lijkt het mij een heel erg goed idee om even deze kist mee te nemen. Dus die ga ik even kapot hakken. Zo, we gaan al die items eruit kopen. En moet ik maar hopen dat ik dus de kist pak. Daarvoor moet ik dus gewoon even elke keer iets naar beneden gooien. Totdat ik die kist in mijn hand heb. Nou, die mag ook even allemaal weg. Hoppakeetje. Bridge.
geen idee wat daarmee bedoeld wordt. Ja, die papiertjes, dat staat zeg maar gelijk aan tips. En ja, in dit geval stond er een brug op. Dus misschien dat wij ooit een brug of zo moeten maken. Ik zie daarentegen wel een hoop pigments hier. Dus laten we een beetje voorzichtig zijn. Je boy DutchTuber is namelijk soms toch wel eens onhandig met zijn linkermuisknop. En die zorgt er dan voor dat al die pigments in één keer met me willen matten. Iets waar ik persoonlijk niet zo heel erg veel behoefte aan heb. Even kijken. Nou, hier kan mooi deze kist staan. Dan kan ik hier wel even snel alle dingen in doen. Ik doe even de Ancient Wool Block. Zet ik even hieronder neer. Er zijn er namelijk 16 van te vinden in deze gehele map. Ja, laat ik gewoon even alles wegdoen wat ik denk niet nodig te hebben. Dit allemaal kijk eens aan. Ik moet natuurlijk wel wat bouwblokken hebben. Dus op deze manier lijkt mij dat we goed komen. Eten heb ik natuurlijk een beetje bij me. Kijk eens aan. Ja, die boeken mogen op zich ook wel weg. Ik ga alleen zeg maar het island index bij me houden. Om elke keer te kunnen zien welk eiland wat is. En hier heb ik dus wat bouwblokken. Nu kunnen we weer teruggaan. Want ik wil natuurlijk op dat watereiland ook wel het een en ander uit de chest te kunnen meenemen. En als ik nou mijn hele inventaris vol had zitten. Ja, dan was dat natuurlijk helemaal niet mogelijk. In ieder geval, ik zie dat het al een tijdje nacht is. Dat zou kunnen betekenen dat wanneer het wanneer het zo met een dag wordt, dat wij dus al de eerste nacht hebben overleefd. En dat is de bedoeling, want we zijn namelijk natuurlijk bezig om ook die quests te halen. En dat was een van de quests, dus dat is wel heel erg mooi. Even kijken, hier is de brug. Oh, waarschijnlijk bedoelden ze dat met brug, dat je dus die brug moest vinden. Oké, dat is lekker dadelijk. Dat is lekker dadelijk. Oké, zo heb ik iets opgepakt net. Ja, ik heb die shield heb ik niet nodig. Die axe heb ik eigenlijk ook niet nodig. Ik wil alleen de handige dingen in mijn inventaris hebben. Yo, boys! En oh shit. Oké, I survived. I will survive. Oké, wat zit hierin? Let's go. Oeh, een diamond sword. Are you freaking serious right now? Kijk jongens en meisjes, het is je boy DutchTuber, koning van het watereiland, van het waterrijk. Ik vind het cool. Ik vind het mooi. En dit is wel een zieke map, man, bro. Ik zeg je eerlijk, deze eilanden zijn heel erg vet. En ik vind het ook leuk dat elk eiland zijn eigen thema heeft. Zo ben je zeg maar echt wel even een tijdje bezig om al die thema's te ontrafelen. En om dus achter te komen wat welke thema met zich meebrengen. Lekker nog wat stukjes met vis. Nog wat armor, ook niet verkeerd. Doe ik natuurlijk even dat helmpje op. En ik doe even die broek aan. Nu heb ik wat gemixte swag. En ben ik niet meer met één ding. Ben ik niet meer alleen op gold. Ben ik niet meer alleen op leather. Nee, ik ben op alles tegelijkertijd. Gaan we dit halen? Nee, are you serious? Oké, ik heb het gehaald. Oké, ik heb het gehaald. Want ik was heel even een aantal seconden bang dat ik dood zou gaan. Wat zit er in deze geheime chest op het watereiland? Een papiertje. Ender chests are checkpoints. Oké, dat is mooi. Dan weten we dat. Dat staat dus in verhouding met checkpoints. Oh shit. Oh shit. Nee, even niet vervelend doe jij. Even nee, doe nou even niet. Doe nou even niet zo dwars. Doe nou even niet zo dwars jij. Jij moet gewoon eens even doodgaan. Jij moet gewoon eens even mij niet lastig vallen. Zo, inderdaad. Val me lekker out of the world. Is hier nog wat te vinden? Hieronder? Ik geloof het wel namelijk. Hier is iets. Wat zit erin? Jongens en meisjes, ga in mijn kist. Oké, dus die wolblokjes zijn een beetje goed verstopt. En je mag ze dus niet plaatsen, want dan zijn ze namelijk niet meer ancient. En dat betekent dat ze niet meer zeldzaam zijn. En dat is natuurlijk wel belangrijk, hè, jongens en meisjes, dat ze zeldzaam zijn. Oké, cool. Nou, nu ik dit heb gedaan, kan ik voor mijn gevoel al wel weer teruggaan naar een ander eiland toe. Dus ik ga mezelf even omhoog bouwen. En met een ander eiland bedoel ik eigenlijk gewoon mijn thuisbasis. Want we hebben dit eiland nu namelijk geklaard. We hebben hier niks meer te zoeken. We hebben namelijk alles uit de kisten gehaald. En we hebben het zeldzame wolblokje gevonden. Waar geloof ik elk een van op elk eiland is te vinden. Dus zeg maar elk eiland met elk thema bevat dus ook één wolblokje met de kleur van het eiland. Dus dat is heel erg mooi. Ja, de volgende aflevering wil ik dus naar het kasteeleiland gaan. Het lijkt mij een leuk idee. Alleen merk ik wel dat de nacht heel erg lang duurt. Wat doe ik eigenlijk? Ik doe zo moeilijk. Ik besef nu eigenlijk dat ik echt super moeilijk doe voor niks. Voor de mensen die zich afvragen, Job, wat bedoel je daarmee? Ik zal het jullie even laten zien als ik daar de mogelijkheid toe krijg. Ik heb namelijk mijn mooie gouden ex. Een ex van goud, jongens en meisjes. Wie kan dat nou zeggen, dat hij een relatie heeft gehad met een stuk goud? Nee, ik heb even dit nodig. Ik heb dit nodig. En ik heb dit nodig. Nu denken jullie misschien van, Job, wat de hel ben jij van plan, bro? Nou, dat ga ik jullie eens even goed laten zien. Wat ben ik namelijk van plan? Ik ben van plan om een bed te maken. Kijk, een oranje bed. Dan is heel het probleem gelijk opgelost. Kan ik lekker slapen? Hoef ik niet bang te zijn dat ik de eerste nacht niet overleef? Nee, ik heb de eerste nacht gewoon overleefd. Like a boss, oké? Like a boss. Cool. We zijn hier. De volgende aflevering wil ik dus naar het kasteeleiland toe. Dat is blauw, toch? Dat is donkerblauw. Even kijken. Donkerblauw. Blue. War Island. Oké, dan zei dat het oorlogseiland. Oeh, dat belooft veel te worden, jongens. Dat belooft waarschijnlijk spannend te worden. Tot die tijd wil ik jullie bedanken voor het kijken. Geef deze video even een blauw duimpje omhoog als jullie willen dat ik in deze map een vaste Minecraft-serie ga starten op mijn YouTube-kanaal. En volg mij dus even op Instagram, wat gewoon letterlijk DutchTuber is, zoals het ook in mijn YouTube-kanaalnaam staat. Want ik ga binnenkort namelijk een Wall of Fame maken in deze Minecraft-wereld, waarop ik namen ga zetten van mijn actieve, echte Twitter-fans die liken, retweeten, reageren. You know the drill. Het was je boy DutchTuber en tot de volgende keer. Adios.